Minister Samsudin waarschuwt voor uitsterven van de jaguar. Invoering BTW zal halverwege dit jaar een feit zijn. En minimumloon in Venezuela verhoogd. Goedenavond, dit is het STVS-journaal op zaterdag 3 maart 2018. Ik doe een beroep op de bevolking om met hun handen af te blijven van de jaguar. Woorden van minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer op de Werelddag van de Wilde Dieren en Planten. Dit jaar wenst de minister een lans te breken voor de jaguar. Dit dier is een beschermd diersoort, maar jammer genoeg bedreigd. Het uitroeien van de jaguar zou een aantasting van het ecologisch evenwicht betekenen, waarschuwt de bewindsvrouw. Wij willen de mensen erop attenderen dat als de jaguar ergens is, dat er een bepaald ecologisch evenwicht is. En dat er meerdere diersoorten in dat gebied zijn, want als er voedsel is, dan is de jaguar daar. En als je die jaguar dan gaat bedreigen en gaat uitroeien, dan heb je straks eigenlijk misschien zelfs een plaag van andere diersoorten. Met andere woorden, het ecologisch systeem evenwicht wordt verstoord. We hebben gemerkt dat de laatste tijden veel meldingen worden gedaan dat er een handel is in lichaamsdelen van de jaguar. En van hieruit wil ik een beroep doen op de bevolking om met hun handen af te blijven van de jaguar. Het is een beschermd diersoort en de straffen zijn heel hoog. En als we iemand pakken, gaan we zonder pardon optreden. Op deze dag staat de waarde van wilde flora en fauna centraal. Inclusief alle ecologische, genetische, sociale, economische, wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreatieve en esthetische eigenschappen. De introductie van de bruto toegevoegde waarde, BTW, moet rond midden van dit jaar een feit zijn. Dit hield financiën minister Gilmore Hoefdraad het parlement afgelopen donderdag voor. Op dit moment is het ministerie samen met haar werkarmen al vergevorderd met de voorbereidingen, zei de minister. BTW is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. En ieder is verplicht BTW te heffen op de goederen en diensten die men levert. Dit belastingssysteem wordt haast in alle landen in de wereld toegepast. We zijn ook bezig met het opzetten van de BTW-organisatie als de eerste stap van de transformatie van de Belastingdienst. De inrichting van de organisatie, inclusief de formatie, de inrichting van processen en administratie, van klantenservice tot controle, inrichten, vooral heel belangrijk, ICT en online systemen van de Belastingdienst en de douane. Verder natuurlijk de werving en selectie van degenen die dit proces gaan moeten implementeren, waarbij bij hun zeer zeker komt bijkijken opleidingen en trainingen. Dus we blijven niet stilzitten. Het is een heel zwaar traject dat we hebben ingezet, maar we zijn ervan overtuigd dat tegen midden van dit jaar we ready zijn om de BTW in feite te introduceren. Hoofdraad zei verder dat de introductie van de BTW het belastingstelsel in Suriname zal rechtvaardigen. Het ministerie is in de afgelopen periode intensief bezig geweest met belangengroepen zoals de vakbeweging en het bedrijfsleven. Ook de Centrale Bank van Suriname en het Planbureau zijn direct betrokken. De minister gaf aan dat de Vereniging van Economisten in Suriname nauw betrokken zal worden in dit proces. Onze focus, u weet dat wij in november zijn gestart met de BTW-campagne. In november, december en begin januari zijn er verschillende roadshows gehouden met praktisch alle sociale groeperingen, stakeholders die in het proces van de BTW betrokken bij de introductie van BTW betrokken moeten raken. Er zijn presentaties gehouden voor de Raad van Ministers. En na afstemming met u als voorzitter, zoals je hebt aangegeven, na aanname van de begroting, dat wij richting DNA moeten komen om onze presentatie te doen. De focus na de presentatie voor u van DNA, het afronden van de wetgeving
niet alleen BTW, maar ook ten aanzien van inkomstenbelasting en loonbelasting, waar we naartoe willen werken, de vermindering en modernisering. We zijn bezig met de forecastmodellen. We werken met belanghebbenden zoals Planbureau, Centrale Bank, de vakbonden en we gaan zelfs de Vereniging van Economisten van Suriname hierbij betrekken. Zodat alle stakeholders, maar ook de gemeenschap heel snel zal weten wat de impact zal zijn in onze economie. Hoofdraad noemt dit proces een zware job, maar boven alle uitdaging voor Suriname. De eerste levering van de olie gewonnen uit Braziliaanse noden, de zogenoemde Brazil Nuts Oil, heeft afgelopen week plaatsgevonden. Vorig jaar november is de productiefaciliteit de Alalapadu in Zuid-Suriname opgeleverd. Er werd iets meer dan 30 liter overhandigd aan Yomi Cosmetics en Beauty Center. Alma Roberts Franklin, directeur Yomi Cosmetics, vertelt hoe dit tot stand is gekomen. Toen mijn zoon het had over een olie uit een Brazilian nut oil, toen dacht ik, nou nee, ik werk alleen met Surinaamse grondstoffen en olie, weet je. Dus ik was niet zo geïnteresseerd. En toen hebben de drie medewerkers van Conservation Intervention, die kwamen bij ons in de zaal met een flesje. En ik keek echt zo van, want ik was bezig met de dames achter in productie. En ik keek van, ik moet helemaal geen olie van een ander land. Maar goed, toen heb ik het uitgeprobeerd. En toen zei ik van, hebben jullie iets erin gezet? Een etherische olie of zo, weet je? Dus gewoon, nee, helemaal niet. En het voelde echt lekker aan. Dus toen was ik wel geïnteresseerd. En toen ik hoorde dat het uit onze bossen kwam, nou, dat kon het niet meer stuk. Momenteel wordt er nog niet op grote schaal geproduceerd. Maar John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname, geeft aan dat hij erin gelooft dat er langzaam maar zeker optimaal geproduceerd zal worden. Nou, ik geloof dat het een proces zal zijn van opschalen. We zijn nu 2 weken bezig in volle productie. Hè? Want nogmaals, het is bouwen, testen, trainen. De laatste hygiënetrainingen hebben afgelopen week plaatsgevonden, dus deze week waar we nu in zitten. En alle olie die nu geproduceerd is, komt eigenlijk dus uit die testfase. En ik ben ervan overtuigd dat het veel meer erin heeft, hè, dat er veel meer potentie is dan we nu nog zien. Ik denk dat de behoefte dan ook wel tegemoet zal worden gekomen. En het zal even duren voordat je het echt makkelijk kan krijgen. De wijzigingsvoorstellen in de Brokkepondenovereenkomst tussen Suriname en Alcoa zullen later dit jaar opgestuurd worden naar het parlement. Dit verzekert NH-minister Gilio Dodson het parlement. Eerder hebben DNA-leden geschokt gereageerd nadat president Desi Bouterse heeft aangegeven niet meer te weten dat de wijzigingovereenkomst naar het parlement moest komen. We hadden in eerste instantie gezegd dat het zou gebeuren in december. Dat we daar naartoe werken om het in december te doen. Het is ons niet gelukt. En ik kan u meedelen dat wij mikken op een datum in de toekomst, dit jaar nog. Ik denk ergens in het midden van dit jaar. Dat wij proberen om hetgeen dat wij veranderd willen zien in die Brokkepondenovereenkomst. Met alles inclusief. Ik heb het over environmental, al de zaken die er zijn en die er moeten zijn. Dat de wijzigingsvoorstellen dan zullen worden ingediend bij uw college. Dus ik hoop dat die onduidelijkheid dan weggenomen is bij deze. De herzieningsvoorstellen die komen vanuit de regering officieel naar het parlement voor goedkeuring. Dodson merkte op dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in de afgelopen periode sessies heeft gehad met de presidentiële onderhandelingscommissie. Uit de sessies zijn er wat voorstellen gerold die zeker opgestuurd zullen worden naar het parlement voor goedkeuring. De bedoeling was dat dit in december opgestuurd zou worden naar het parlement, aldus minister Dodson. We hebben beloofd, mevrouw de voorzitter, dat wij de herzieningsvoorstellen in definitive agreements, zo hebben we dat genoemd, definitive agreements zullen aanbieden aan het parlement. En ik wil uw college verzekeren dat de
definitive agreements, dus dat zijn de herzieningsvoorstellen, de wijzigingsvoorstellen van die Brokopondo overeenkomst, daadwerkelijk zullen worden aangeboden aan uw college. Het theaterstuk Kophonger maakt een districtentour. Hierdoor wordt de samenleving in de districten ook bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. Frank Weidenbos, die toen zwaarder dan 180 kilogram was, leed aan morbide obesitas. Hij heeft een operatie ondergaan en moet dagelijks medicijnen, waaronder vitaminen, inslikken. Als voorbeeld wil hij zeker niet gezien worden. Ga nooit zo ver dat je meer dan 2x x moet kopen. Want op het moment dat je, dat je naar 3x, 4x x gaat, dan weet je dat er ergens iets... Maar ook dan kan je... Kijk, want het heeft bij mij zoveel jaren geduurd. Dus ik ben niet hier... Deze voorstelling is niet hier om jullie een verwijt te maken, of voor wie dan ook een verwijt te maken. Je moet dit doen of dat doen. Beslist niet. Maar wat ik wel zeg, neem mij niet als voorbeeld. Willen jullie dat even herhalen? Frank, jij bent niet ons voorbeeld. Frank, jij bent niet ons voorbeeld. Dankjewel. Dan geef jezelf een warm applaus. De laatste woorden van hem die hij uitte aan studenten van de avondschool te Mongo in het district Marowijn. Precies, ja, de leraar, wie is het? Willen jullie die zien? Ja. Oké. Ik heb jullie gewaarschuwd. Zijn jullie ready? Oké. Kijk goed, hè? Kijk goed. Dat is het resultaat. Ja. Maar ik ben daar ook trots op. Ja. Weet je, kijk, ik denk dat ik een platte buik heb gekregen. Maar het is niet plat, maar ik denk dat. En weet je wat ik ook heb? Heel veel zijn zwangerschapsstrepen. Vrouwen noemen ze anders. Strepen. Nee, ook stringen en ook strié. Maar ik ben er trots op. Weet je wat zijn mijn medailles? Kijk, en ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Zie je die gaten hier? Ja. Dat zijn allemaal, dat zijn in totaal 11 gaten van 2 maagoperaties. Ja. De eerste maagoperatie, wat ze gedaan hebben, ze hebben 80% van mijn maag weggehaald. En de tweede operatie hebben ze gedaan dat ze, je hebt een dunne darm. En mijn dunne darm was 5 meter en ze hebben het naar 1 meter verkort. Ja. Kophonger is naar het district Marowijne afgereisd om vooral de jongeren bewust te maken van een gezonde eetpatroon. Nee hoor, ik weet niets van Frank. Ja, ik ben zijn zus. Maar kijk, als iemand zo dicht bij je staat, hè, dan vraag je niet te veel. Het is ook heel moeilijk Frank te doorgronden. Ja, ik ben echt een zus. Kijk, hij heeft zijn privé en ik heb mijn privé. En weet je, Frank is ook een apart geval. Hij is een clown, een act. Kijk, en over zijn gewicht moet je helemaal niet beginnen. Want dan word ik heel boos. Ik dacht dat Frank zijn gewicht onder controle had. Maar dat het zo erg was, dat wist ik niet. Niemand wist dat. Dodelijk dik. Weet je, ik vind het zo erg voor Frank. Ik hoop niet dat hij eenzaam was. Was hij eenzaam? Kijk, Cynthia vertelde me wel eens dat Frank met zaken zat. Maar ik vroeg nooit wat. Ieder zijn privé. Kijk, en als Frank mij had willen vertellen, had dat gekund. Maar dat wou hij niet. Met niemand niet. Ja, en dan ga je dat toch ook niet uit hem trekken. Dat deed mijn vader ook niet. Wij dachten dat Frank at, omdat hij dat lekker vond. Gezonde trek. Lekkere honger. Daar zoek je toch niets achter. Kijk,
Als Frank gestopt was met eten, dan hadden wij ons zorgen gemaakt. Het niet eten zou je ook niet laten afvallen. Hebben de kinderen gegeten? En als dat zo was, was zijn plicht gedaan. Maar ineens was Frank daar op de radio het verhaal dat hij zich bijna had doodgegeten. Had hij daar moeilijk mee? Vandaag is er een laatste voorstelling in de stad, waarna Kophonger op 6 en 7 maart zal afreizen naar Nikeri. De Nikerianen kunnen gratis, dankzij Vrouwendag, genieten van de voorstelling, waarbij ook scholen uitgenodigd worden. Tegenwoordig kan de Surinaamse burger makkelijk aan een nieuwe auto komen. Fernandes Autohandel lanceerde onlangs de derde generatie van de Honda Fit, Honda Fit 2018. Ruim 2 jaar geleden heeft de autohandel de private lease geïntroduceerd. Directeur Maurice Brahim vertelt meer hierover. We proberen daarmee het rijden van een nieuwe auto betaalbaar te maken in het buitenland. Amerika en Nederland is het een welbekend concept. Wij hebben het in Suriname gestart vorig jaar. En daarmee proberen we ervoor te zorgen dat men niet het volledige bedrag betaalt voor een auto, maar eigenlijk voor de periode waarvan men de auto gebruikt. Dus zij voor een auto kost $25.000 en je gebruikt hem voor 4 jaar, dan is de afschrijving, laten we zeggen, om en bij 12.500. Dan betaal je in principe alleen maar voor die 12.500, dus de periode dat je het gebruikt. We incorporeren daarmee het onderhoud, de verzekering, dus je betaalt het bedrag per maand en alles is gedekt. Heel simpel uitgelegd, het is de huren van een auto, maar voor een langere periode. De Honda Fit 2018 is een subcompacte 5-deur hatchback die wordt geprezen voor haar engineering en design. De nieuwe Fit is voorzien van een milieuvriendelijkere 1,3 liter motor met een paardenkracht van 98. De eigenaar kan meer kilometers maken met elk gewenst budget. Brahim vindt dat er genoeg voordelen zijn in het private leasen en aan de andere kant ook nadelen. Als je geld hebt, dan betaal je geen rente, dan kan je auto contant kopen. Dus je hebt dan niet de kredietkosten die je krijgt bij het leasen van een auto of het financieren van een auto. Dat is het enige nadeel. Maar ja, dat heeft te maken met de situatie van een persoon. De een heeft geld, die kan hem contant kopen. De andere zegt nee, ik moet iets zoeken dat past bij mijn budget en ik wil geen onvoorziene kosten hebben. Nou, als je dat niet wilt, dan is de tweede optie, namelijk het leasen van een auto, het meest voordelige. Tot zover Maurice Brahim, directeur bij Fernandes Autohandel. Dit was het SDVS-journaal. Goedenavond.